Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Jeruzalem heeft voor de Joden een zeer diepe betekenis. In zijn dagelijks gebeden en bij de hoge feestdagen bidt de vrome Jood voor deze heilige stad en hij vraagt om terugkeer. Ook vandaag, op de eerste dag van het feest van Chanukka, waarbij de herinwijding van de tempel wordt herdacht, denkt hij aan de stad van David. Over Jeruzalem en zijn betekenis voor het Joodse volk gaat in uw volgende film van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Als ik u vergeet, Jeruzalem.